jullie vinden eigenlijk ongeveer 800 verschillende zaaipluggen. Of ja, soorten. Dus wij zaaien wel meer, maar we hebben ongeveer 800 verschillende soorten. Nou, het begint. In eerste instantie gaan wij naar klanten lijsten sturen wat wij allemaal doen maken. Dus van daaruit kunnen hun een bestelling bij ons plaatsen. Als die bestelling geplaatst is, gaan we kijken wanneer hun het graag uitgeleverd willen hebben. Gaan we kijken of dat lukt of niet. Gaan we het inplannen, sturen wij een lijstje naar hun toe van oké, deze soorten kan wel, de andere niet. Of eventueel een andere leverweek. En zodra dat bevestigd is, dan gaan wij het bij ons in het systeem neerzetten en dan gaan wij de productie maken. Onze ouders hebben hier altijd wel een beetje in gewerkt. Maar mijn vader is bedrijfsleider geweest bij de kwekerij waar we eerst altijd voor deden kweken. En die had geen kinderen en geen opvolgers. Dus ja, onze vader zeg maar, die zag dat graag dat zijn kinderen dat deden. En ja, uiteindelijk zijn we erover gaan praten. En toen hebben we gezegd, oké, daar willen wij wel aangaan. Dus toen hebben wij het stukje, omdat het was het zaaien, het stekken en het opkweken. En het zaaien en stekken, daar hebben ja, John en ik toen overgenomen van, ja, van die persoon wie dat eerst altijd deed. Hun zijn het af gaan kweken en gaan verkopen. En toen zijn wij, ja, ik denk een jaar of 8 geleden, zijn we gestopt met stekken. Dus wij hebben gewoon gezegd, wij willen gewoon voor één ding gaan en is het zaaien. En daar zijn wij steeds groter in geworden. Ja. Vijftien jaar geleden hebben wij ook meegedaan. Toen hadden wij, dus, ja, het stond dit, deze nieuwe locatie stond toen pas. Dus we hadden iets van, oh, het is weer misschien een keer tijd om weer een keer te laten zien ja, wie wij zijn, wat we doen. En we vonden toen een hele leuke ervaring. En ja, we dachten na 15 jaar mag het ook wel weer een keertje. Ja. Mijn favoriete plantje? Ik heb niet echt een favoriet plantje. Ik denk... nee, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven, wat ik echt een favoriete plantje heb. Ze zijn allemaal even lief. Ja, 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 ja. Ja.